Dit is een filmpje over de Theory of Mind. Theory of Mind is het vermogen om je in andere mensen te verplaatsen en daardoor ook hun gedrag te voorspellen. De ontwikkeling hiervan begint al in de peuter- en kleutertijd en vanaf het 5e of 6e levensjaar heeft iemand een goed ontwikkelde Theory of Mind. Dit is echter niet bij iedereen het geval. Er zijn mensen die een beperkte Theory of Mind hebben. Dit kan iemand zijn met een autistische stoornis of iemand met een lesie aan de mediale prefrontale cortex. In dit filmpje zal de Theory of Mind uitgelegd worden aan de hand van een aantal begrippen. First order beliefs, second order beliefs, false beliefs en faux pas. Dit zullen we doen aan de hand van een voorbeeld. Dit zijn Henk en Paula. Omdat ze vandaag 6 jaar samen zijn, gaan ze uit eten. Paula hoopt al een tijdje op een huwelijksaanzoek van Henk en ze vindt vanavond eigenlijk het perfecte moment hiervoor. Henk heeft een lesie aan zijn mediale prefrontale cortex. Dit heeft als gevolg dat hij een beperkte Theory of Mind heeft. Ik heb honger. Henk zijn gedachte is een first order belief. Een first order belief is een gedachte over iets. Zou hij wel vinden dat ik er mooi uitzie? Wat Paula denkt is een second order belief. Een second order belief is een gedachte over een gedachte. Je kunt ook nog een false belief hebben. Een false belief betekent eigenlijk ten onrechte denken dat iemand een bepaalde gedachte heeft. Henk en Paula hebben lekker gegeten en zijn vertrokken uit het restaurant. Paula, wil je wat anders? Oh mijn god, hij gaat met een huwelijk vragen. Eindelijk! Wat hier gebeurt is een voorbeeld van een faux pas. Een faux pas is een overtreding van de sociale regels. Dit kan ontstaan doordat iemand niet op de hoogte is van sociale regels of cultuurnormen, maar ook doordat iemand deze regels of normen verkeerd geïnterpreteerd heeft. Henk, hoe durfde je dat te doen? Ik dacht dat je voor me op de knieën ging. Ik stikte gewoon mijn veter. Snap je dan niet dat ik dacht dat je me ten huwelijk ging vragen? Waar heb je het over? Mijn veter was los. Paula heeft een goed ontwikkelde Theory of Mind en kan nadenken over wat Henk zou denken. Hoewel haar gedachte een vals belief is, is ze wel in staat om een second order gedachte te produceren. Henk daarentegen heeft door zijn lesie moeite zich te verplaatsen in Paula's gedachtenwereld. Henk begrijpt niet dat Paula de situatie anders interpreteerde dan hij. Onbedoeld creëert hij hiermee een faux pas.